niet meer. Like this video, anders steek ik jou ook neer. Duizend likes. Oké, mensen, like even allemaal deze video in 3 seconden tijd. Anders is een grote kans dat de horror teddybeer straks naar jou toe komt. Jawel, mensen, gisteren hadden we te maken met een teddybeer. En wij gaan eens even tanken. Want ja, moet ook gebeuren. Dus laat ik dat even gaan doen. Oh, sorry, mevrouw, ik wil niet tegen uw auto rijden. Mijn auto staat er in ieder geval goed voor. En ja, even kijken of die mevrouw er ook goed voor staat. Hey, mevrouw. Hey, hoe gaat het met jou dan? Ja, maar gaat goed hoor. Hoe gaat het met u? Ja, ook goed. Ik ben alleen al van tanken, hè. Ja, moet ook gebeuren. Alleen, ik zit al met een ding. Maar mijn zoon ging naar binnen net. En hij is niet meer teruggekomen. Hoe bedoel je dan? Ik heb geen idee. Het was zeg maar gisteravond eigenlijk. Gisteravond het tankstation hier zo. Ja, en ik weet niet. Hij ging naar binnen toe en hij is niet meer weggekomen. Hè? Hoe dat dan? Ja, ik heb geen idee. Nou, weet je, ik ga eens even kijken, mevrouw. Misschien dat ik even iets ga kopen. Oké, we gaan even naar de gasoline shop. Dus laten we het even gelijk doen. En we komen nu binnen aan. Goedemiddag, meneer. Ik heb net even getankt aan pomp 3. Pomp nummer 3. Oké, dat is dan 58,75 euro, alsjeblieft. Ja, bij deze krijg je het geld, alsjeblieft. Ja. Dank u wel. Ik heb even een vraag. Want ik zie daar een hele mooie beer staan. Het trekt me wel mijn aandacht. Oké. Okay. Ja, deze beer die is gewoon te koop. Ja. Want dit is een vrij exclusief knuffelbeertje. Oké. Okay. Nou ja, knuffelbeertje, hij is best wel groot. Maar waarom die exclusief is, ja, hij doet eigenlijk zelf ook dingen wat jij vraagt. Echt? Eigenlijk is het een soort van robot. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een teddybeer. Maar als je vraagt van nou kan je even wat koffie voor me maken, dan maakt hij koffie voor je. Oké, dat is interessant. Ja. Zou je hem willen kopen? Ik zou hem heel graag willen hebben, maar hoe duur kost het? Ja, hij kost wel 800 euro. 800 ballen? My god, ik snap het wel, want ja, het is natuurlijk wel exclusief. Ja, ik even denk hoor. Een exclusief teddybeertje. Ja, hij mag de volgende dag ook terugkomen als hij wil. Maakt mij niet uit. Maar... Ja, maar als het dan is hij misschien uitverkocht. Dus ik ga even kijken of mijn YouTube ook verdiend heb. Oké, ik zit even mijn statistieken te kijken. Deze maand heb ik 30.000 euro verdiend. Ah, kan wel joh. Ik heb even nagedacht. Ik koop hem. Ja, helemaal goed. Nou, dat wordt dan 800 euro. Ja, bij deze. Ja, dank u wel. Nou, gefeliciteerd met uw aankoop. En ik zou zeggen heel veel plezier. Ja, is goed. Dan neem ik de beer mee. En ja, laten we dat doen. Oké, nou, ik heb in ieder geval mijn aankoop gedaan. Teddybeer, volg me alsjeblieft. Oh, hij doet het ook echt ook. Hij volgt me gewoon. Meneer. Ja? Vergat ik nog te zeggen. De teddybeer kan helaas niet praten. Oh, oké. Okay. Hou daar wel rekening mee. Maar hij hoort je wel. Oké, okay, nee, dat is goed. Dan komt het wel goed, hè. Oké, okay, dank u wel. Nou, hele fijne dag nog. Fijne dag, hè. Oké, okay, nou, we hebben in ieder geval de teddybeer gekocht. Jawel, en hij kan ook rennen. Wat cute, wat cute. Oké, okay. Teddybeer, kom maar naast me instappen. Ik heb een hele mooie auto weer zo. Zo, wat vind je van de auto? Oh ja, natuurlijk. Hij kan niet praten. Maar goed, ja, ik hoop dat het een lieve teddybeer is. Ik denk het wel. Het is wel echt heel schattig en kittig eruit. Zit lekker naast me. En hij is lekker in uitverkoop. Dus mensen, wat ik even ga doen is, ik breng de teddybeer even lekker naar huis toe. En dan zie ik het daar wel weer verder. Wij zijn in ieder geval weer bijna thuis aangekomen. En de teddybeer, je gaat zo meteen mijn huis zien, jongen. Kijk dan. Hé, hey, dit is mijn huis. Kijk, dit heb ik allemaal van mijn YouTube gekocht. Dus in ieder geval, laat ik hier even naar binnen gaan. En ik ben dus heel benieuwd wat voor huis het, ja, wat de teddybeer eigenlijk hier te zoeken heeft. Zowel voor leuke redenen zijn natuurlijk. Dus ja, we komen nu aan en laten we uitstappen. Kom maar, teddybeer. Kijk, hij doet het wel echt op commando. Heel netjes dit. Alrighty, alrighty. En we gaan dus hier naartoe. En oké, okay, wat is wel een leuke plek? Wil je wat drinken, teddybeer? Oh ja, hij kon niet praten. Kijk, teddybeer, ik heb wat drinken klaarstaan. Ik moet wel even iemand bellen, dus vind je het goed dat hij daarna even hier wacht? Ja, hè? Ziet eruit als een ja. Oké, okay, ik ben zo terug, teddybeer. Blijf daar, hè? Oké, okay, ik ga even bellen en ja, laat ik dat even gaan doen. Even in mijn eigen kamer, want ik moet even de privé bespreken. Oké, okay, ik ben nu iemand proberen te bellen. Neemt hij op? Neemt hij op? Een goedemiddag. Ik zou graag een nieuwe afspraak willen maken voor een tandartsafspraak. Want ja, ik ben voor het laatst natuurlijk teruggekomen en het zag er niet heel erg best uit. Oké, wanneer willen we terugkomen? Zou het al deze donderdag kunnen? Ja, deze donderdag is goed. Oké, okay, zet het maar in je agenda, ja? Is goed, dan zie ik je donderdag. Is goed, tot dan, hè. Doei, doei. Oké, okay, dat is in ieder geval hartstikke goed geregeld. En ja, we hebben in ieder geval tandartsafspraak moeten maken. Want ja, moet het ook even gebeuren natuurlijk. Gaan we eens even kijken hoe het met de teddybeer is. Teddybeer, hallo. En hey, waar is hij nou? Waar is Teddy? Teddy, waar ben je? Teddy, ben je in de tuin? Waar is Teddy nou weer gebleven? Is het ook, hè? Oh my god. Oké, okay, ik weet niet waar Teddy weer is. Hij zal zich waarschijnlijk wel vermaken. Maar in ieder geval, ik heb wel een leuk idee voor de avond. Ik ga eventjes toch naar de club toe. Want ik heb namelijk met mijn allerbeste vriendin afgesproken. Jawel, een hele knappe dame. En zij doet dat blijkbaar ook allemaal tegenwoordig bij de club. Ik heb er natuurlijk zin in. Uitgaan. Altijd leuk. Dus weet je wat? Wij gaan even naar de club toe. En wij gaan even lekker ontspannen van de muziek. En weet ik veel wat allemaal. Drank, drugs. Oké, okay, nee, dat doen we niet. Don't do drugs, kids. Niet doen. Echt niet. Als jullie dat doen, dan zal het niet goed zijn. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Maar goed, mensen, wij gaan dus door naar de club. Woehoe! Nou, dames en heren, we komen dus bijna aan bij de club. Jawel, dat betekent dansjes en drankjes. Jawel. En niet te vergeten, hele knappe dames. Jawel, een van mijn oude beste vriendinnen was er ook eentje die er ja, eigenlijk aan mee zou kunnen doen. Maar die wil ik liever buiten houden. Goed, eventjes hier naar binnen toe. En ja, dat is. Oké, okay, het is een private club only. Even kijken, zit mijn goede vriend Bart hier al toevallig? Even kijken, want ik heb met Bart afgesproken. Een maat van mij. En hey, de dames zijn aan het dansen. En oké, okay, serieus? Oh, ik heb die teddybeer gekocht voor... Wat? Meneer Teddybeer, wat heeft dit te betekenen? Waar is Bart? Nou, ik weet niet, ik krijg geen gehoor, maar hij zit wel te genieten hoor, die beer. Jeetje, mineetje. Wat gaat hij nou weer doen? Oké, okay, ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar zou ik hem volgen? En ga naar de private room, dan mag hij niet helemaal komen, hè? Nou, in ieder geval, ik vind het een beetje raar, maar is Bart hier niet in de zaal aanwezig? Even kijken. Oh ja, hier is Bart. Hey Bart, hoe gaat het met jou dan? Ja, hey, gaat wel goed, man. Hoe gaat het met jou? Ja, ook goed. Wat doet die beer daar, joh?
Dat is mijn beer. Is dat jouw beer? Ja, ik heb die gekocht vandaag. Ik zweer het je. Hoeveel heeft het gekost dan? Ja, 800 euro. 800 euro, Bart. Jezus, dat is niet normaal. Wat doet hij trouwens met die strippers dan? Nou, ik denk dat hij die dame zo heel erg leuk vindt. Ja, straks komt de politie dat doet dat. Of iemand zal denken wie die was kotten geregeld. Ja, dat denk ik zelf ook. Hey, zullen we anders binnenkort even een drankje doen samen? Ja, zeker. Ik even de bier. Met of zonder de bier? Ja, ik weet het. Moet even kijken, ja. Misschien wel met. Dat is wel leuk. Oké. Hey, ik zou je beer maar anders zo snel weer terughalen, want anders gaat hij misschien gekke dingen doen. Ja, is goed. Teddybeer, kom maar terug. Oké, nou, Teddybeer loopt in ieder geval terug. Dat is heel mooi. Hij heeft zijn drankje laten vallen. En ja, ik moet dus even via de private lounge. Want, ik zweer het je. Ik weet niet waar hij mee bezig was, maar dit klopt niet helemaal volgens mij. Dus ja, en hier is de make-up tafel. En, Teddybeer? Ah, natuurlijk. Hij zit naar die roze beer te kijken. Hey, Teddybeer, is dat soms jouw liefje? Die roze beer? Ja, weet ik niet. Gezien hij nog steeds niet kan praten. Maar kom maar mee, Teddybeer. Ik breng hem weer veilig thuis. Je hebt wel even een mooi showtje gegeven. Dat moet ik wel even toegeven, de heer de beer. Kom maar. Oké, daar gaan we weer. Oké. Beertje, kom je? Ja, goed zo. Oké. Daar gaan we. Je bent ready, hè? Ja, het ziet er wel uit dat je ready bent. Oké, let's go. My god, waarom ontsnap je? Kijk, ik kan er wel om lachen aan de ene kant. Maar pas een beetje op, alsjeblieft. Ik snap het. Ik kan ermee lachen. Maar ik weet niet of die medewerkers hier echt blij mee zijn. Maar in ieder geval, je hebt wel de show gestolen. Dat moet ik wel even toegeven. Je hebt ons wat lachen gekregen. Gefeliciteerd. Maar goed, we gaan je weer lekker naar huis brengen. En ik denk dat het hoogste tijd is dat je lekker naar bed gaat. En niet nog een keer naar vrouwen verluren, hè, in de nacht. Dat wil ik niet nog een keer meemaken. Maar goed, mensen, ik zie jullie thuis weg. Nou, dames en heren, we komen in ieder geval bijna thuis van een hilarische avond. Hé, jongen, godverdomme zeg. Kijk eens een beetje uit met die auto van je. Goed, maakt niet uit. We zijn bijna thuis. En ja, die andere kan we niet parkeren. Oh, altijd gezeik in deze straat. Terwijl ik wel een eigen oprit heb. Nou, weet je, dat krijg je ervan, hè. Het is al verschil tussen rijk en arm. Maar goed, de beer en ik zijn bijna thuis. En ja, dat dus. Plus, ik kan me even een kamer toewijden aan de beer. Want ik heb namelijk de kamer van Jimmy, zeg maar. Jimmy woont hier niet meer bij mij, dus vandaar. Kom maar weer. Goed zo. Ik laat je even de kamer zien. En ja, ik ga even aanwijzen welke kamer van jou is. Zodat je gewoon lekker kan slapen zometeen. En hier moet je meekomen. Yes. Een mechanische beer, altijd leuk natuurlijk. Maar ja, dat is. Oké, beer. Dit is de kamer van mijn zus. Dan mag je niet binnenkomen, Tracy. Want die vindt nooit zo erg leuk als er allemaal mannen binnenkomen. Dus bij deze niet binnenkomen in die kamer met die bloemetjes erop. Want dat is de kamer van je zus. Nee. Blijf eruit. Sorry, maar Tracy vindt dat niet zo fijn. Tenzij ze beneden komt, mag je altijd even tegen haar praten. Maar hey, wat zeg ik nou? Nee, kom. Ik laat even je kamer zien, ja? Kijk eens, Beer. Dit is jouw kamer. Kijk eens. Je hebt een eigen gameconsole. Je kunt lekker PlayStation. Je hebt een laptop. Je hebt speakerset, gitaar. Ik zou zeggen, leef je uit. Ik ga even mijn klaarmaken, want ik ga wel zo slapen. Dus ja, veel succes. En hij gooit nu al de stomme stoel, maar oké. Het zal wel. Ik ga even naar de badkamer toe. Ja, ik ga even tanden poetsen. Laat dat even gelijk aan doen. Ah, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? En waarom heb ik geen hoofd als ik zo kijk? Ook weer zoiets raars, maar oké. Ik ben dus de mooiste van het land, hè? Oké, laat ik even gelijk mijn tanden gaan poetsen. Ja. En ik moet even pissen, want dat moet ook gebeuren. Oh, yes. Gepist, jongen. Oké, en de schilderij even lekker hangen en de ramen is dicht. Top. Ik denk dat we alles even gecontroleerd hebben. En ga ik even de berenveld rusten wensen. Dan ga ik lekker slapen, denk ik. Oké. Oké. Waar is de beer nu? Nee. Is hij in mijn kamer misschien? Is hij in de war of zo? Is hij in mijn kamer de beer? Ook niet. Ook niet in mijn klerenkast? Nope. Daar is hij ook niet. Oh, meen je dit nou? Ik zweer het je. Ik ga even Tracy hier wel rusten zeggen. Misschien is hij beneden. Tracy, slaap. Wat? Wat hebben we dan gezegd, Teddy? Hey, wat doet die teddybeer hier? Hey, wat is dit voor teddybeer die in het huis zit? Hij is super gaaf. Ik heb hem gekocht. Wat een gave beer, hè? Nou, hij is wel gek, moet ik zeggen. Weet je wat hij gedaan heeft daarnet? Nou, wat dan? Nou, ik zweer het je. Ik was even iemand aan bellen en ik kwam terug. Hij was weg. Weet je wat hij naartoe was gegaan, die teddybeer? Nou? Ik had er afgesproken bij de club met Bart. Ja? Hij was daar letterlijk. Oh, wat een gekke beer, hè? Ja. Kijk, ik vind wel erg dat mensen binnenkomen, maar hij is echt een uitzondering, hoor. Ja, als hij maar niks geks gaat doen. Maar ja, wat moet hij doen dan? Maar is het een jongen of een meisje? Ik weet niet, non-binair misschien? Ja, oké. Nou, Ivo, wij gaan even lekker doorfeesten. En de beer mag hier gewoon lekker blijven, hoor. Oké, nee, is goed. Ja, als we niet te hard willen maken, want ik ben wel gaan slapen zo. Ja, we houden er rekening mee. Dankjewel. Oké, dames, muziek uit aan. Let's go. Nou, wel trusten, hè? Wel trusten. Nou, ik ga lekker slapen. Ik laat het wel even doen, weet je. Ik heb zoiets van, ja, laat die twee maar gewoon even. Oké, wel trusten. Ja, ik lig. Prima. Oké, dames en heren. Het is de ochtend erop. En oh my god, ik ben eigenlijk wel een beetje moe. Ja, ik heb eigenlijk tot 12 uur in bed lopen rotten. Dus ja, ik even kijken of mijn zus er is. Dan ga ik even gedag zeggen. Hey, Tracy. En waar is Tracy nu heen? Ik weet niet waar die Tracy heen is. Maar goed, ik moet even de beer dan even gedag zeggen. Misschien is... Beer! En waar is die beer nou weer? Ik zweer het je. Wacht, heeft hij geen brief in de aanrecht misschien gelegd op de keukentafel of zo? Wat de beer ergens naartoe is, want... Of hij is gewoon beneden. Even kijken, is het tv aan het kijken? Nee, ook niet. Dan moet hij in de keuken zijn of daar ergens. Daar is hij dus ook niet. Hij zal niet in mijn auto zitten, dat geloof ik ook niet. Ah, hij heeft iets op de dingen achterlaten. Kom naar het tankstation waar hij mij hebt gekocht. Oké, dus we moeten naar het tankstation toe waar wij hem hebben gekocht. Oké, duidelijk. Nou, laat het even doen. Kom even naartoe rijden dan, hè. We zitten lekker in de auto en dan gaan we weer. Nou, zover is de GPS dus niet. Dus dat betekent maar één ding. Dat we gewoon lekker in de buurt zijn en dat we gewoon lekker even best op af kunnen gaan. Ik denk dat we dat even vooral moeten doen. En ja. Oeh,
Au. Oké, niet tegen de bomen rijden. Ik ben geen bomenknuffelaar, hallo. Oké, daar verderop moet het zijn. Nou, we geven even flink alles met de Audi natuurlijk. Want de beer, ja, die is weer erg weg. En waarom moet ik nou weer naar die plek komen? Heeft die beer daar geschreven of heeft Trace daar geschreven? Ik betwijfel het, dus ja. Maar goed, even kijken. Is het hier in de buurt ergens? Au. Oeh. Snap. Verdomme. Vrachtwagens, jullie zijn vervelend op de weg. Ik zweer het je. Ik kan niet van vrachtwagens. Goed. En dan hier naar links. En eens even kijken. Ah, we komen dus nu aan bij het tankstation, hè? Oké. Interessant. En wojo! Wat gebeurt hier nou weer? Alles opgeblazen? Nee. Wat? En er is een mevrouw dood. Meet je dit nou? Oh my god. Ik moet hier naartoe. Is dit de reden? Oké, wat is hier de reden nou precies achter? Oké, dus we komen binnen. Een goede middag. En wat de hel? Teddybeer staat hier zo gewoon. En nee, dat meen je niet. Teddybeer, heb jij dat gedaan? Teddy, wat is hier gebeurd? Oh, er wordt op ons geschoten. Kom, Teddybeer, snel wegwezen hier. Oké, ik denk niet dat jij het hebt gedaan, maar... Wat doet hij nu? Wojo. Oké, hij is wel echt een vriend van mij. Dat kan ik je wel zeggen. Oeh, Teddybeer, laat het maar aan mij over. Zo. Hé, hey, niet zo doen, hè, meneer. Met die pistool van je. Teddybeer, niemand komt aan jou, oké? Kom maar mee. Voor jezelf kan verdedigen in ieder geval, dat wel. Maar goed, was je aan het uithangen? Ik snap er even helemaal niks van. Oké, waar gaan wij naartoe? Wat is misschien leuk? Ik ga je toch even thuis afzetten, denk ik. Of weet je toevallig waar Tracy is, Teddy? Of weet je dat niet? Oké, ja, tuurlijk. Teddy kan niet praten. Weet je wel, mensen? Ik denk dat ik je weer thuis zie. Oké, mensen, nou, we komen dus bijna aan op de pier. En jawel, ik ga dus naar mijn vriendin toe. Ja, tenminste, mijn nieuwe vriendin, zeg maar. Alleen die moeder ervan, die mag me niet echt. Die is echt wel geïrriteerd. Maar goed, de vriendin heeft me uitgenodigd om dan hier te komen. Maar we moeten wel via de moeder regelen. Waarschijnlijk gaat ze echt weer moeilijk doen, weet je. Zeer op mijn kop heb ik echt geen zin in. Oh my god. Het is echt gewoon gemene moeder gewoon. Echt gewoon een heks. Ik weet niet waarom, maar... Ja, normaal heb je toch altijd van die lieve moeders en zo. Ik doe zelfs van vrienden van mij. Ik ken een hele stamboom ervan. En er zijn ook wel al de vrienden geweest. Maar goed, wat deze moeder mankeert, dat weet ik niet. Kom, Teddy. Ik moet er even met mijn moeder... Of tenminste, met haar moeder even spreken. Ook al heb ik daar niet echt zin in. Maar goed, pizza. Oh, dat is wel heel goedkoop. $2. Kom mee. We gaan even naar boven toe. Yes, yes, yes. Oké, hier is het volgens mij. Ja, hier. Oh. Kun je klimmen? Kun je dat? Spring. Oh ja, tuurlijk. Je bent €800 waard. Oké, hey, je moeder. Delano, hoe gaat ie met jou dan? Ja, het gaat goed hoor. Hoe gaat ie met jou? Ja, ook goed. Maar laat maar raad. Je hebt zeker weer niks met school gedaan. Ja, ik ben wel druk bezig geweest. Oh, dat zeg je altijd. Hoezo? Waarom zit je te klagen dan? Ja, ik weet niet, maar kun je één ding doen? Haal de holk voor me. Moet dat nou? Ja, nu. Oké, dan ga ik wel weer. Oké, Teddy, kom mee. Wat? Wat zei hij? Meent je deze nou? Hoezo heb je dit neergestoken? Wat? Kijk, ik heb een ruzie met haar, maar dat betekent niet dat iedereen moet neersteken. Dat slaat nergens op. Oh my god. Oké, kom, we gaan naar beneden. Hey, dat doen we niet, hè? Ik ben naar beneden gesprongen trouwens. Wat doe je nou? Teddy? Oh my god, gaat hij me neer? Auw, het doet gewoon pijn, man. Wat doet hij nu? Steekt hij me gewoon neer? Spreek van de pier af? Waarom? Oké, ik denk dat hij een schuldgevoel heeft. Ja, ik weet, hij beschouwt me als vriend en dan steekt hij me neer. Niet echt handig, maar hij komt vanzelf weer boven tafel. Maar als hij zo gaat doen, man, ik vertrek wel gewoon. Ik zweer het je, ik hoef niet zo'n beer in huis te hebben. Ik ga wel zonder die beer weg, man. Even serieus. Gaat die mensen lopen neersteken, man? Ja, ik ben hier echt niet blij mee, man. Ik maak me echt wel een beetje zorgen hierom. Ik bedoel, normaal, ik dacht dat ik wel goed op kan zijn met die beer, maar alles behalve. Oh, ik ben echt gewoon teleurgesteld. Ik meen het echt. Ik ben echt gewoon zwaar in shock. Zwaar, ja... Ik weet niet wat ik ben op dit moment. Ik ben gewoon echt zwaar in de war. Ik denk dat het verstandig idee is dat we even naar de zus op zoek gaan. Of even naar huis gaan. Want ik moet me even omkleden en even douchen. En dan ga ik even op zoek naar mijn zus, want ja... Waar die nou ineens uit uithangen is, dat durf ik echt niet te zeggen. Heeft ze misschien ergens een briefje achtergelaten zo? Kan ik misschien hier naar telefoon kijken waar ze naartoe is? Want als ik dat zou kunnen, zou dat heel prettig zijn. Maar mensen, ik zie die thuis weer. Oké, dames en heren. Ja, we komen dus weer aan bij Michael's huis. Jawel, oftewel mijn huis eigenlijk. Maar ik heb hem even verhuurd van Michael. Want Michael is miljonair nu. Zit lekker met de billen in Ibiza. En ik mag zijn huis even overhuren. Ja, ik vind hem prima dus, ja. Maar goed, we komen dus aan thuis. En ik heb mijn auto neerzetten. En pff, zweer het je, man. Die beer. Nou vind ik het echt niet meer leuk. Ik vond het beginnen wel grappig. Maar als die mensen neergesteken, de moeder. Ik zweer het, de moeder van mijn vriendin. Die vriendin gaat me haten, man. Die wil het liefst nou dat ik dood ga. Ze hoopt waarschijnlijk dat ik het liefst gewoon een mes pak en mezelf gewoon even om het leven haal. Dus ja, dat gaan we niet doen, maar dat is wel wat ze hoopt. Oké. Oh, kijk maar. En wat doe jij hier? Hallo? Wat de hel? Wat doet die beer hier nou weer? Ik zweer het je. Wat doet hij in mijn kamer en waarom zit hij naar mij te kijken iedere keer? Gaat hij naar mij kijken als ik op bed spring of niet? Wacht even. Als ik hier loop. Ja, hij blijft me aanstaren. Zeggen we niks meer tegen elkaar. Kom mee. Volg me. Ik zeg, volg me. Oh, het doet niks meer, man. Oké. Ik ga even naar de kamer van Tracy toe. En dan ga ik even kijken wat op de briefje staat. Ze heeft ergens een briefje achtergelaten. En wat staat erop? Oké, ze stond bij. Even kijken op mijn telefoon. Ah, staat bij dat ze naar de bios is. Dus we gaan naar de bios toe. Ik ga hem even heel snel even omkleden. En oké, wat gaat hij weer nou doen? Oké, een beetje raar dit. Ik zweer het je. Oké, we gaan naar de bioscoop toe. Ik denk dat het een goed idee is, dus laten we gauw gaan naar de bios. Tenminste, ik dan. Die beer ga ik echt niet meer meenemen, hoor. Zijn jullie nou besodemieterd? Ik ga er vandoor. Dag, beer. Of wil je met me mee? Nee, je blijft lekker hier. Je hebt genoeg gedaan, man. Oh my god. Dat ik zo'n teleurstelling in de beer heb, dat had ik niet kunnen verwachten. Hij wil met me mee. Nee, er is geen excuus voor me voor nodig, man. Hij blijft allemaal raden en hij blijft me iedere keer achtervolgen, maar... Dag, beer. My god. Ik ga gewoon even gelijk naar de bios toe. Ik ga heel snel naar mijn zus. En ja, hopelijk wordt het een beetje een gezellige avond. Dus ik zie jullie daar weer. Oké, dames en heren. Nou, we zijn dus weer onderweg naar de bios. En het is alweer laat, man. Want het is al gauw donker. Maar ja, maakt niet uit. We gaan even naar de bios toe. En even kijken. Mijn zus, want hij zou dus hier ergens moeten zijn. Oké, en ik zie er een beer. Wat doet die beer nou weer? Wat? Meent je dit nou?
Wat? En Tracy, ik zie daar Tracy staan. Oh nee. Oh, dat meen je niet. Wat gaat hij nou weer doen? Beer? Hallo? Wat? Laatst zit ze mee te viben. Tracy! Nee! Dat meen je niet. Hé! Hey. Hé! Hey. Oh, dat meen je niet. Ja, ik wil hier niet meer geasseerd worden. En nou rent hij weg, hè? Ik ga het er even zeggen. Ik ga gewoon even eerlijk tegen die beer zijn. Hé, beer! Luister, ik ga er vandoor en je hoeft met mij niet mee te gaan. Echt niet. Dag. Zoek het uit alsjeblieft. Nee, volg me niet. Ik ben te ver gegaan. Waag niet om in te stappen. Zoek het lekker uit, man. Je bent niet meer welkom vanaf nu. Ik zweer het je. Ik moet hard zijn tegen die beer, maar... Ja, godvrij... Mijn eigen zus lopen neersteken. Ja, nee, dat kun je het krijgen. Dat kun je het gewoon echt krijgen, man. Ik zweer het je. Ik ga gewoon naar huis doen en ik ga gewoon lekker slapen. Dit is gewoon niet oké. Ik schaam me echt diep. Ik zweer het je. Ik heb hier gewoon geen woorden voor. Ik ben sprakeloos. De beer pleegt moorden. En ja, dat is maar zielig voor de beer. Niks is zielig voor die beer, man. Hij doet alsof hij zielig is. Rotzak dat het is. Echt waar. Nou, terwijl bijna thuis zijn, ga ik lekker slapen en ik hoef, ja, ik zweer het je. Ik hoef niks meer mee te maken met die beer. Ik denk dat ik gewoon alle deuren op slot doe. Ik zweer het, die beer hoeft niet meer binnen te komen. Goed, weet je, ik doe even alles op slot. Dus het hele huis even een rondje en dan ga ik even de bed doen. Dus laat ik dat even heel gauw doen. Zo, nou, even die deur even lekker op slot doen. Zo. En ga ik even gelijk de achterdeur even alles op slot doen. En dan doe ik even 3 dubbele slot erop. Dus ja, oké, ik ga gewoon lekker slapen nu, want ik ben echt, ik ben zat. Ik meen het, joh. Hé, hey, welterusten. Oh, goedemorgen en, huh? Wat is hier allemaal aan de hand? Overal teddyberen, campfires? Wat? Er licht er zoveel uit. Meent je deze nou? Wat de hel? Hier ook al een beer? Wat is hier gebeurd? Wat? Deze meen je niet. Oké, nou vind ik het wel echt heel erg creepy worden dit. Ik zweer het je, man. Wat de hel? Oh my god, en ik blijf vasthangen. Oké, daar is ook een beer en die leeft nog. Oké, dus er zijn een paar beren neer en... Hè? Wat is hier aan de hand? Hier is een teddybeer. Daar beneden is er eentje. En wat? Oké, ik snap er even niks meer van. Maar het zal wel weer. Overal zijn teddyberen. Ja, got it. En die lampen doen ook een beetje apart. Het flikkert ook heel de tijd. Ja, ik vind het een beetje eng worden dit. Oké, en nu komen we aan bij de beren. Oh, dat meen je niet. Hallo? Hey, ik heb gezegd dat ik weg moest blijven. Hallo? Nee. Dit gaan we niet doen, hè? Hey, ga me nou op de leer slaan, hè? Kom maar. Achterlijke beer dat je bent. Oeh. Zo, hoppa, auw. Zo, boom. Lekker zwemmen, beer. Dan ben je later lekker nat, hè? Zo. Auw, hey. Ga me neersteken, hè? Zo. Even een flinke hoek geven. Auw, nee. Nee. Auw. Oké, ik moet ook even een wapen hebben. Ik zweer het je. Ik heb er eentje op zak. Zo. Oh, nee. Oeh. Uh-oh, dat meen je niet. Ga me nog... Steek me dan nog, hè? Steek me dan, hè? Ga maar doen, hè? Zo. Zo, hoppa. Hoppa, lekker voor je. Daar lig je dan, hè? Nou mensen, ik denk dat we hebben gewonnen. We are the champion. We hebben de beer neergestoken. Oké, duurt eventjes. Het alarm gaat af. Maar die lamp hier binnen, jongen, het flikkert overal. Maar mensen, bedankt voor kijken naar deze video. Like deze video. Abonneer je kanaal met belletje aan. Wil je meer van dit zien? Laat even achter in de comments. Doei, doei.